Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Sakina Reizen. De vrede en de rust die je ziel binnendringt tijdens je Umrah-reis is ongeëvenaard. Boek vandaag nog uw ticket en alles wordt geregeld voor u en uw naasten. Kijk nu op www.sakinareizen.nl en volg ons op social media. Welkom bij Cam Immobilier, uw vastgoedmakelaar gevestigd in Tanger. Op zoek naar appartement in Tanger of zelf wat te koop? Wij hebben appartementen per direct leverbaar, maar ook verschillende projecten in aanbouw. Bezoek onze website www.cam-immobilier.com of neem vandaag contact met ons op voor meer info. Je start jouw huwelijk met el haram. Je begint jouw nieuwe leven, jouw nieuwe fase in het leven. Dat hele belangrijke moment begin je met el haram. Hoe wil jij dat Allah subhanahu wa ta'ala jouw huwelijk gaat zegenen? Hoe wil jij een gelukkig leven leiden als jij al begint met ongehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala? De sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is heel simpel. Verjaardagen, Sinterklaas, we zitten nu in Pasen. Is het moslims, moslima's in de maand Ramadan, Pasen eieren zoeken? Ja, sahbi. Ja, man. Wat heb ik gedaan, sahbi? En dan denk je, oké. Waarom? Nou ja, maar ze zijn nog jong. Oké, ze zijn nog jong. Verjaardagen, hetzelfde, ze zijn nog jong. Ja. Kerst, Sinterklaas, ze zijn nog jong. Wat is er makkelijker of wat is er moeilijker, Hussein? Ja. Als jij je kind vanaf jongs af aan aanleert, we hebben twee feestdagen in het jaar, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, en daar maken we ook echte feesten van. Ja. Klaar, jouw kinderen zijn gewend aan twee feesten. Je hebt geen gezegend huwelijk als jij 50 jaar samen bent en je hebt jouw vrouw, of andersom, vrouw heeft haar man nog nooit wakker gemaakt voor Salat al-Fajr. Ze bidden niet op tijd, ze wonen in een huis van riba, hun kinderen kennen niks van islam, al ben je 100 jaar samen. Je helpt elkaar naar de hel te gaan. Is dat een gezegend huwelijk? Nee joh. Nee, dat is jouw ondergang. Wallahi, dat is jouw ondergang van jou en van jouw vrouw en van je kinderen. Als jij denkt dat dat een gezegend huwelijk is, dat je 30 jaar samen bent of 40 jaar samen, dan heb je het leven helemaal niet begrepen. Dan heb je jouw dien helemaal niet begrepen. Ze hebben huis. Man werkt. Soms werkt de vrouw ook. Ja, ja. Ze hebben twee auto's. Ze gaan op vakantie. Je zou denken, wat is het probleem? Tophuwelijk, ja, ja. Jullie hebben alles wat jullie willen van het dunya. Ja, ja, klopt. Het probleem is bij de dien. Ja. Ja. Vrouw bidt niet of bidt niet op tijd. Of man bidt niet op tijd. Vrouw komt haar verplichtingen niet na. Man komt zijn verplichtingen niet na. Er is geen godsvrees. Ja, ja, ja. Er is, als er godsvrees is, dan doe je het niet omdat het jouw vrouw is. Je gaat niet jouw verplichtingen nakomen omdat het mijn vrouw is. Ik ben bang voor mijn vrouw. La. Ik weet dat ik Yawm al-Qiyamah voor Allah kom te staan. Het is een heel groot verschil. Het is een heel andere mindset, broeder. Een heel andere mindset. Ik ben weg, ik ga naar mijn moeder. Ja, ja, tuurlijk. Dat gebeurt heel vaak, hè. Als ze een beetje boos is, dan gaat ze naar haar moeder. Ja. En hij bellen, waar ben je nou, waar ben je? Dan wordt het alleen maar groter. Ja. Het wordt alleen maar erger. Oh, blijf maar daar, zegt hij dat tegen haar. Ja, kan hij dat tegen haar zeggen. Terwijl het gaat om niks. Terwijl als ze gewoon de dien zouden praktiseren, zou niks aan de hand zijn. Je bent boos. Je gaat een wudu verrichten. En je kalmeert dan. Halal Toys. Speelgoed dat voldoet aan onze waarden. Ontdek ons assortiment volledig islamitisch verantwoord. Halal Toys. Laat je kinderen spelen in overeenstemming met onze waarden. Spelenderwijs. Een introductie tot het geloof. Ontdek vandaag nog ons assortiment. Assalamu alaikum iedereen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering. Ik heb vandaag afgesproken met Salih Abu Talha. Ik ben vandaag in Antwerpen en we gaan het hebben over heel veel problemen in het huwelijk. En dit is subhanallah wat heel veel speelt in onze umma. Dus ik heb het hem afgesproken en we gaan het zien, man. Waar is hij? Hij is daar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hoe is het? Begin. Met jou? De best. Allah hafdaka broer. Is het toen goed of een beetje achter? Ja toch? Is goed broeder. Kidir, begeer? Lebes? Allah hafdaka gooi. Of een microfoontje geven. Hoe is je broeder? Allah goed. Ja? Goed. Alhamdulillah wa fika. Barakallah. Met jou. Alhamdulillah. Zijn kinderen. Alhamdulillah. Hoe is het broeder?
Allah bij khair, gooi je werk Allah. Hoe is het met Ramadan? Mzien, Allah. Goed toch? Goed. Alhamdulillah, ben ik het goed. Genieten van Ramadan. Ja man, er is nog een paar dagen alles klaar. Hebben. Ja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Het onderwerp van vandaag, subhanallah, gaat over gezinsleven. En de gelukzaligheid, weet je, van de islam qua gezinsleven en zo. Want heel veel mensen, subhanallah, die vandaag de dag die leven heel ongelukkig en zo. Ja. Zoals je weet, heel veel scheidingen wat tegenwoordig plaatsvinden en zo. En vooral de jongeren. Ik weet niet waar het aan ligt of zo, weet je. Maar wat mij zeg maar te oren is gekomen is dat er misschien eventueel dat ze ver zijn. Dat ze niet zeg maar het geloof praktiseren. Ja. Waardoor er heel veel problemen zijn in het gezinsleven. Ja. En daar heel vaak zijn de kinderen ook de dupe van. Als je bijvoorbeeld ouders scheiden, dan zijn de kinderen de dupe van. Dan leven ze zeg maar met gebroken ouders. Dan begint al die trauma's en zo. Dan begint al zeg maar die emotionele schade en zo. Snap je? Ja. En islam, subhanallah, die hecht er heel veel waarde aan. Zeker. Vooral het gezinsleven en zo. Ja. Kan je ons misschien wat tools geven? Hoe je zeg maar een goede gezinsleven kan starten? Wallah, broeder. Een goede gezinsleven hebben of krijgen, dat is natuurlijk een van de doelen van de islam. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de man geschapen, Adam alayhi salam, en hij heeft voor hem een vrouw geschapen. Ja. Zodat hij zijn liefde en zijn barmhartigheid en rahma bij haar kan vinden en andersom ook. Ja. Dus een man is voor de vrouw geschapen, vrouw voor de man. En een huwelijk is geen bestraffing. Nee. Een huwelijk zou een barmhartigheid moeten zijn voor man en vrouw. Dat ze hulp bij elkaar kunnen zoeken en liefde en barmhartigheid, zoals Allah in de Koran zegt. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Hij heeft tussen man en vrouw, mawadda, liefde en rahma. Zo zou een huwelijk moeten zijn. Ja. Maar als je het over geluk hebt in het leven, Allah subhanahu wa ta'ala heeft er natuurlijk over gesproken. Ja. Het is een hele belangrijke onderwerp en een hele belangrijke fase in het leven, huwelijk. En Allah heeft er uitgebreid over gesproken in de Koran. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft er over gesproken in de Sunnah. Nee. Dus het ligt allemaal klaar voor ons. Ja. Alleen is het aan de moslim en aan de moslima om je te verdiepen in de dien. En om te kijken wat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft verplicht als mannen. En voor de zusters als vrouwen, als vader en als moeder. Allah is de schepper. Nee. Hij heeft alles geschapen. Dus hij weet hoe wij in elkaar zitten. Hij weet hoe wij als mensen gelukkig kunnen zijn. En heeft hij ook over gesproken in de Koran. Nee. Man amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'min. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Allah heeft het hier over twee zaken. Al-amal al-salih en al-iman. Vrome daden verrichten. En al-iman hebben. Ja. Als je deze twee hebt, verricht en handelt, dan zul je een gelukkig leven leiden. Ja. En in een andere vers zegt Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Wie zich afwendt van de vermaning van Allah, van de Koran, van de Sunnah, van de islam, zal een benauwd leven krijgen. Nee. En als we het hebben in de islam over gelukkig zijn of ongelukkig zijn, dan hebben wij het niet over auto hebben of geld hebben of een mooie woning hebben. In de islam hebben we het over het hart. We hebben het over het hart dat je rust vindt en rust voelt in jouw hart. Dat je tevreden bent met wat Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft geschonken. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Laysa al-ghina an kathrat al-arad, walakin al-ghina ghina al-nafs. Al-ghina, rijkdom, is niet veel dingen bezitten. Nee. Al-ghina is ghina nafs. Rijkdom is de rijkdom van jouw ziel. Dat je tevreden bent met wat Allah jou heeft gegeven. In een andere hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Men asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Als jij in de ochtend wakker wordt, je hebt al-amn, je bent veilig. Kijk naar landen om ons heen. Nu onze broeders en zusters in Palestina en Gaza, mogen Allah ze bijstaan. Amin, ya Rabbul Alameen. Hoe moeilijk zij het hebben. Ja. En als jij dan even stilstaat bij deze ni'mat al-amn, dat je veilig bent, heb je al iets heel groots gekregen van Allah. En je moet deze gunst moet je echt waarderen. Je moet er dankbaar voor zijn. Ja, ja.
Men asbaha minkum aminan fi sirbihi, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam. Mu'afan fi jasadihi. Je bent gezond. Je bent in staat om op te staan, om akramakumullah naar de toilet te gaan, om normaal te eten, normaal te drinken, te genieten van jouw eten, van jouw drinken. Je kunt naar de moskee gaan, je kunt naar werk gaan, je gaat naar school. Dat is ook een ni'ma. Heel veel mensen die hebben dat niet. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Subhanallah. Indahu qutu yawmihi. Je hebt jouw eten en drinken voor jouw dag. Voor één dag, hè? Voor één dag. Profeet sallallahu alaihi wasallam heeft het over die dag. Subhanallah. فَكَأَنَّمَا حِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. Alsof jij de hele wereld hebt gekregen. Subhanallah. Want dat is wat je eigenlijk nodig hebt om te leven. Alles wat je daarboven krijgt is luxe. En luxe heb je niet nodig om in leven te blijven. Nee, precies. Luxe is extra. Een mu'min, als je het krijgt, alhamdulillah. Heb je het niet, alhamdulillah. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Je bent altijd Allah dankbaar, want er zijn altijd mensen die het minder hebben dan jij. En daarom zegt de profeet in een andere hadith weer, انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. Als het gaat om wereldse zaken, kijk altijd naar mensen die minder hebben dan jij. Kijk niet naar mensen die meer hebben dan jij. Waarom? Als jij gaat kijken naar mensen die meer hebben dan jij, dan zul jij de gunsten van Allah gaan minachten. Je hebt alles gekregen, maar je denkt dat je niks hebt. Ja, ja, we kunnen het in deze tijd worden. Juist. Ja, en dan, als we het dus hebben over gelukzaligheid en een goed leven hebben in het algemeen. Nog niet eens over het huwelijk zelf. Over het algemeen. Ja. Het begint allemaal voor het huwelijk. Ja, ja, subhanallah. Voor het huwelijk moet jij al bezig zijn met jouw iman. Je moet bezig zijn met jouw amal salih. Je moet bezig zijn met de Koran. Je moet proberen jouw dien te praktiseren. Dat je al voor het huwelijk een bepaalde levensstijl hebt. En een bepaalde rust voelt in jouw leven. En dan heb jij... komt er een moment in jouw leven dat je op zoek gaat naar een vrouw. Ja. Wij als mannen, we gaan op zoek naar een vrouw. En een zuster wacht op een man die haar om de hand komt vragen. Je hebt een bepaalde levensstijl en je hebt bepaalde doelen in jouw leven. Doelen die jij wilt bereiken. En je weet ook, door de kennis die jij opdoet en door jouw ibadat, waarom Allah jou geschapen heeft. Ja. Allah heeft jou geschapen om hem te aanbidden. Sahih, sahih. En om zijn... om het paradijs binnen te treden, om zijn tevredenheid te krijgen. Dat is het doel van het leven. En daar ga je ook naar streven in jouw leven. En dan ga je ook op zoek naar iemand die ook zo leeft. Ja, tuurlijk, die is gewoon hetzelfde doel heeft. Hetzelfde doel. Dan ga je op zoek. Daar komen we nu bij. We gaan op zoek naar een vrouw. Ja. Nou, de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ons ook verteld hoe we dat moeten doen. Waar we op moeten letten. Ja, ja. Hij zegt, tunkahul mar'atu li arba. لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يداك. Een vrouw wordt over het algemeen om vier redenen gehuwd. لمالها, haar bezitting. حسبها, haar status. جمالها, haar schoonheid. Of haar dien, haar religie. En dan komt het advies van de profeet sallallahu alaihi wasallam en hij zegt: فاضفر بذات الدين. Zoek die vrouw die bezig is met haar dien, die hetzelfde doel heeft als jij, die hetzelfde wil bereiken als jij, die samen met jou het paradijs wil bereiken, die samen met jou een vrome nageslacht wil hebben. Ja, dat is aan mankant. Nu gaan we naar de zuster. De zuster, de vrouw, de moslima, wil op een gegeven moment wil ze gaan trouwen. Er komen mensen, mannen komen om de hand vragen. Waar gaan we op letten als wali zijnde? En waar gaat de zuster, waar moet zij op letten? Wat is belangrijk? Ja, ja. Belangrijk wat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Twee zaken. Subhanallah. Twee zaken. Heel simpel. Naar de dien van de man. Ja. En naar zijn manieren. Dien, waarom dien? Men kan tegen mij zeggen, ja, maar we moeten toch vragen of hij werkt en of hij diploma's heeft. Luister. Dat is deze tijd, broeder. Dat is deze tijd. Als iemand serieus bezig is met zijn dien, dan is hij ook serieus bezig met zijn dunya. Ja, subhanallah. Heel simpel. Ja, is heel simpel, broeder. Heel simpel. Als jij als man zijnde bezig bent met jouw dien,
en je vreest Allah subhanahu wa ta'ala en je weet wat voor verantwoordelijkheden je hebt en je weet dat jij tegenover Allah komt te staan, dan ga jij als man zijnde en als vader zijnde alles doen wat Allah jou opgedragen heeft te doen. Ja, en jij zult jouw uiterste best doen om zo goed mogelijk voor jouw vrouw en voor jouw kinderen te zijn. Dus geen baan hebben op dat moment is geen probleem voor zo'n broeder. Waarom? Hij gaat zijn uiterste best doen om een baan te zoeken. Een goede baan te hebben. Waarom? Hij is verantwoordelijk. Klopt. Hij is verantwoordelijk. Hij weet, yawm al-qiyama kom ik voor Allah te staan. Ik neem deze vrouw weg van haar vader en van haar moeder en van haar familie. Ja. Ik heb haar om de hand gevraagd. Met andere woorden, ik zeg tegen haar vader, luister, jouw taak is nu gedaan. Ik ga het nu overnemen van jou. Ja. En die vader die is blij. Tuurlijk. En die geeft zijn dochter. Als jij dan een man bent die Allah vreest, dan weet jij dat je je uiterste best moet doen om zo goed mogelijk voor deze vrouw te zijn. Ja, en andersom ook, de vrouw ook. Als zij Allah subhanahu wa ta'ala vreest, ze verricht haar salawat op tijd. Ze heeft hetzelfde doel als jij. Ze wil het paradijs binnentreden. Dan gaat zij ook haar verplichtingen nakomen. Ja. Want zij gelooft net als jij dat ze voor Allah subhanahu wa ta'ala komt te staan. En dat zij zich moet verantwoorden. En dat zij goed moet zijn voor haar man. Ze gaat de plek van haar man gaat ze kennen. Ze gaat weten hoe belangrijk haar man is. Ja, ja, ja. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zelfs heeft gezegd: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الله أكبر. Als er iemand als het mag niet, je mag niet voor iemand neerknielen. Als het mocht, dan zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam de vrouw opdracht geven om te knielen voor haar man. Met andere woorden, jouw man heeft een hele hoge status in de islam. Nee. En jij als man moet daar geen misbruik van maken. Nee, sowieso niet. Zeker niet. Zij is een vrouw. En een vrouw heeft aandacht nodig. Een vrouw heeft liefde nodig. Een vrouw heeft bescherming nodig. En jij als man moet dat dan gaan doen. Je moet die verantwoordelijkheden op jou nemen. En je moet jouw uiterste best doen om zo goed mogelijk leven te leiden samen met jouw vrouw. Dus dat is eigenlijk allemaal voordat we gaan trouwen. Als je al zo'n mindset hebt en dat je al op deze manier leeft en dat dit jouw doelen zijn in het leven. Dat je samen met jouw vrouw het paradijs wil binnentreden en dat je een vrome nageslacht wilt hebben. Want dat is, valt onder de maqasid en nikah. Ja. Het doelen van trouwen is onder andere de mahabba en de mawadda tussen man en vrouw, maar ook om een vrome nageslacht te krijgen. Ja, tuurlijk. Nou. Tuurlijk. Want uiteindelijk is dat ook zeg maar, het hoofddoel. Want als jullie zeg maar, goed zijn in de fundament, in de basis, heb je het allemaal begrepen, nou, dan streef je ook zeg maar, naar goede maakomeling. Tuurlijk, tuurlijk. En als we dan getrouwd zijn, ja, op de juiste manier. De kamarakshi en zo, dat is ook heel vaak het is tijdig. Laat staan. We gaan ons lijkt maar doen. Het is, we lachen er nu om, maar ja, het is echt kwaad, een probleem. Het is echt een probleem. Waarom? Je start jouw huwelijk met het haram. Subhanallah. Weet je begint jouw nieuwe leven, jouw nieuwe fase in het leven. Dat hele belangrijke moment begin jij met het haram. Ja, subhanallah. Hoe wil jij dat Allah subhanahu wa ta'ala jouw huwelijk gaat zegenen? Ja, ja, ja. Hoe wil jij een gelukkig leven leiden als jij al begint met ongehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nee, nee. De sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is heel simpel. Als je getrouwd bent, leilat al-zafaf, dan ga je de sunnah praktiseren. Allemaal in de hoop om dat gelukkige leven te krijgen van Allah. Nee. Je praktiseert de sunnah. Het is dan van de sunnah om jouw hand op het hoofd van jouw vrouw te zetten. Ja. En dua doen. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jubilat alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alayhi. Dua, sunna, je bent al in aanbidding. Je bent pas met jouw vrouw. Aanbidding gaat eerst aanbidden. Tuurlijk, tuurlijk. Allah komt voor. Subhanallah. Daarna is het van de sunna van de zelf om rak'ateen samen te bidden. Ja, ja. Rak'ateen gaan we bidden. Daarna wanneer de jama' gaat beginnen, heb je een dua. Bismillah.
Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana. Je vraagt Allah om de shaytan weg van jullie te houden. Ja. Het nieuwe leven. Je begint een nieuw leven. En je vraagt Allah om de shaytan weg te halen van jouw kinderen. Ja, ja. Subhanallah. Dat als Allah heeft bepaald dat jouw vrouw zwanger wordt en een baby krijgt, dat Allah dit kind beschermt tegen de shaytan. Daar heb je al een begin van een gezegend leven en een gelukkig leven. Je bent bezig met jouw dien. Vrouw wordt zwanger. Wat ga jij doen als man? Je gaat je vrouw bijstaan. Je gaat je vrouw helpen. Het zijn hele moeilijke momenten voor vrouwen. Ze maken heel veel dingen mee, hormonen. Je moet als man moet je klaarstaan voor je vrouw. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En je moet erbij staan, je moet er helpen. Ze draagt jouw kinderen. Ze draagt jouw kinderen. Ja, tuurlijk. En als jij op dat moment aanwezig bent en helpt, dan zul je al zien dat de band tussen man en vrouw al sterker wordt. Ja, de band tussen man en vrouw wordt sterker. Ze ziet, mijn man staat klaar voor mij. Hij is er voor mij. Hij geeft om mij. Nee. Hij is niet buiten met vrienden terwijl ik hier pijn heb en moeite heb om te lopen enzovoort. Nee. Dat is dan de fatra van al-hamel. Dat is de tijd van zwangerschap. Ja. Daarop komt ook de bevalling. Allahu akbar. Dan komt de bevalling. Hoe ga je als man daarmee om? Je wordt vader. Je vrouw ligt in het ziekenhuis. Ze heeft pijn, weeën. Sta je klaar voor je vrouw? Help je haar? Weet je wat voor pijn zo'n zuster meemaakt? Ja. Allahu bi alim, die harik en zo. Oh, kijk, het is nu nog alhamdulillah dat vrouwen ruggenprikken kunnen nemen. Ja. Vroeger en zo. Vroeger was het heel anders. Het was gewoon pijn lijden. Ja, precies. En heel veel vrouwen kwamen te overlijden. Ja, precies. Kwamen te overlijden. Dus je moet begrijpen en inzien hoe belangrijk dat soort momenten zijn. Niet alleen voor de vrouw, maar ook voor jou als man. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En dan gaat het leven echt beginnen. Als vader en als moeder. Ja. De vrouw is bevallen. Je hebt nu jouw zoon of jouw dochter. Wat gaan we dan doen? We gaan de islam praktiseren. Een goede naam voor onze kind uitzoeken. Masha'Allah. Kijk waar de islam rekening mee houdt. Met alles, ja. Echt. Subhanallah. Deze dien is compleet. Allahu akbar. Deze dien komt van Allah subhanahu wa ta'ala. De alwetende, de alwijze. De heer der werelden. De heer der werelden. Subhanallah. We gaan een goede naam uitkiezen voor onze kind. Jammer genoeg, tegenwoordig, het is nu een trend geworden. Ja. Heb je namen... Wat is dat? Nooit van gehoord. Als je die naam hoort, denk je, is het een moslim of geen moslim? Ja, subhanallah. En het gaat zelfs zo erg dat sommige ouders houden rekening mee met de sollicitatie van hun kind 18 jaar later. Van nee, dan moet hij zeg maar wel een representatieve naam hebben. Ja, maar kijk, dan moet je die achternaam ook gaan veranderen. Ja, maar dat is, kijk, l'aqida gewoon, dat slaan ze de plank helemaal mis. Ja, maar daarom is jouw dien. Het dien is al het belangrijkste iets in jouw leven. Tuurlijk, broeder, tuurlijk. En zoals ik net al zei, het begint allemaal voor het huwelijk. Ja. Voor het huwelijk begint het al. De islam houdt rekening met alles. Dus je krijgt kinderen, je gaat de juiste namen of een goede naam uitkiezen voor jouw zoon, voor jouw dochter. Nee. En dan begint het leven als vader en als moeder. En dan meestal beginnen bepaalde mashakil. Ja, dan begint het. En mashakil. Problemen in het huwelijk komen altijd voor. Wie je ook mag zijn. Nee, sowieso. Hoe je ook bent. Er kunnen altijd dingen ontstaan in het huwelijk. Maar problemen zijn er om ze op te lossen. Sowieso, tuurlijk. Alhamdulillah, de oplossingen zijn er in de islam. Alhamdulillah. Dus daar hoeven wij ons niet druk om te maken. Als jij weet, Achie Hussein, hoeveel telefoontjes en WhatsApp-berichten ik krijg. Ja, dat geloof ik best. Als het gaat om huwelijksproblemen. Subhanallah. Echt niet normaal. En daarom ben ik echt blij dat wij het hierover hebben. Ja, tuurlijk, broeder. Het is echt een maatschappelijk probleem. Het is echt een moeskille. Ja, man. Het is echt een moeskille. En als je. En als je gaat kijken en vragen, ik heb vaker met. Met stellen gezeten. Ja, tuurlijk. Als zeg maar een soort van bemiddelaar. Mm-hmm. Ze hebben huis. Man werkt. Soms werkt de vrouw ook. Ja. Ze hebben twee auto's. Ze gaan op vakantie. Je zou denken,
Gewoon. Dat is het probleem. Tophuwelijk, ja, ja. Jullie hebben alles wat jullie willen van het dunia. Ja, ja, klopt. Het probleem is bij de dien. Ja. Een vrouw bidt niet, of bidt niet op tijd. Of man bidt niet, of bidt niet op tijd. Een vrouw komt haar verplichtingen niet na. Een man komt zijn verplichtingen niet na. Er is geen godsvrees. Ja, ja, ja. Sorry. Er is, als er godsvrees is, dan doe je het niet omdat het jouw vrouw is. Je gaat niet jouw verplichtingen nakomen omdat het mijn vrouw is. Ik ben bang voor mijn vrouw. La. Ik weet dat ik Yawm al-Qiyamah voor Allah kom te staan. Subhanallah. Het is een heel groot verschil. Het is een heel andere mindset, broeder. Een heel andere mindset. Allahu Akbar. Andersom ook. Ja. Een vrouw, niet voor jouw man. Je doet het niet voor jouw man. Je doet het voor Allah subhanahu wa ta'ala. Je wil het paradijs. Je wil beloond worden. Ja, ja. Dan ga je uiterste best doen om zo goed mogelijk te zijn voor jouw man. En de man kathalik. Hij gaat zijn uiterste best doen om zo goed mogelijk te zijn voor zijn vrouw. Ja. Dus mashakil ontstaan. Sowieso. En gebeuren, komen voor. Soms, of vaker, zijn het kleine dingetjes. Het is gewoon geen Storma. Communicatie. Het is geen communicatie. Er is geen communicatie in het huwelijk. Veel koppigheid. Ja, zo. Weet je, man denkt, al maak ik een fout, mijn vrouw moet zich excuseren, moet excuses aanbieden. Ja, ja. Vrouw denkt nee. Ik ben weg, ik ga naar mijn moeder. Ja, ja, tuurlijk. Dat gebeurt heel vaak, hè. Ja, als ze een beetje boos is, dan gaat ze naar haar moeder. Ja, en hij bellen, waar ben je nou, waar ben je? Dan wordt het alleen maar groter. Ja. Het wordt alleen maar erger. Oh, blijf maar daar, zeg je dat tegen haar. Ja, kan je dat tegen haar zeggen. Terwijl het gaat om niks. Terwijl als ze gewoon de dien zouden praktiseren, zou niks aan de hand zijn. Nee, niet. Je bent boos, je gaat een wudu verrichten. En je kalmeert dat. Profeet sallallahu alaihi wasallam heeft het ook over, als je staat ga je zitten, als je zit ga je liggen. Ali en Fatima radiyallahu anhuma. Radiyallahu ta'ala anhuma. Fatima is de dochter van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ali is zijn neefje. Ze hadden af en toe, had ze ook problemen. Naam. En dan kwam de profeet sallallahu alaihi wasallam bij zijn dochter Fatima en dan vroeg hij haar, waar is Ali? En dan zei ze tegen hem, hij is even weggegaan, want we waren een beetje, we hadden wat struggles. Nou. Dus dat is ook een sunnah, dat als je boos bent, ga naar een andere kamer. Ga even naar buiten. Allah, hij gaat juist daar blijven, hij gaat juist schreeuwen tegen haar. Nee, kijk, dan wordt het alleen maar erger. Dan wordt het alleen maar erger, terwijl het om niks gaat. Nee, en dan kun je uit woede, kun je bepaalde dingen gaan zeggen, je kunt gaan schelden. Ja, ja, ja. Man verheft zijn stem, vrouw verheft haar stem. Schelden, misschien slaan en dan hoor je, Safi, we gaan uit elkaar. Het ergste is als de kinderen zeg maar erbij zijn, weet je, is het gewoon zeg maar aan het kijken. Ja. Ja, ja. Maar dat is de shaitaan op dat moment, achi. Ja, ja, ja. Hij doet je dat vergeten. Ja, tuurlijk, want je bent zo boos, je bent zo emotioneel dat je gewoon aan niks denkt. Dat stress je zoveel. Dat gebeurt. Dat gebeurt. Dus mashakil komen altijd voor in een huwelijk. Alleen je moet als man en als vrouw. Moet je weten hoe je met bepaalde mashakil omgaat. Ja. En hoe je moet zijn als je boos bent. Als je boos bent, zoek toevlucht bij Allah tegen de shaitaan. Ga naar een andere kamer. Of als je dat niet kan, wees gewoon stil. Ja, man. Wees gewoon stil. Totdat je afgekoeld bent. En dan kun je erover gaan praten. Ja, precies. Dus tijdens het huwelijk, er kunnen dingen gebeuren. Je kunt niet alles voorkomen. Maar je kunt het wel minimaliseren. Juist, beperken. De schade beperken. De schade beperken. Nog voordat er iets gebeurt, kun je al bepaalde maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt. Ja, ja, en als het gebeurt, dat het niet escaleert. Goed zijn voor elkaar. Niet te moeilijk zijn. Dat is ook heel belangrijk. Laat gewoon. Of door de vingers door de vingers zien. Het tagafoel. Ga maar. Het tagafoel aan al-akhta. Soms zie je iets gebeuren en dan denk je, weet je wat, laat het. Ja, laat gewoon gaan, man. Laat het gewoon gaan. Kijk, tenzij het echt haram is. Ja, dat is anders. Als het haram is, dan moet je er wat van zeggen. Maar ook de manier waarop je het zegt is ook weer heel belangrijk. Ja, ja, ja. De waarheid overbrengen. Je moet ook weten hoe je het zegt. Ja, tuurlijk, hoe je het verwoordt. Het juiste moment. Allah subhanahu wa ta'ala stuurt Musa alayhi salam. Ja. Die op dat moment de beste mens op aarde was. Subhanallah. Hij stuurt hem naar Firaun.
die op dat moment de slechtste mens op aarde was. Subhanallah. Ja, ja, wat zegt Allah tegen Musa en tegen Harun? اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. Zeg een goed woord tegen hem. Firaun was degene die zei: Ana rabbukum al-a'la. Ma lakum min ilahin ghayri. Subhan. Hij zegt dat hij Allah is, hij is de God. De hoogste God. Akbar taghut gewoon. Allahu akbar. Allahu akbar. En wat zegt Allah tegen Musa alayhi salam en tegen Harun? اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. سبحان الله. Dus als Musa en Harun, die op dat moment de beste mensen waren, ja, naar de slechtste persoon gaan en ze moeten een goed woord zeggen, hoe zit het dan tussen man en vrouw? Jij bent niet de beste mens. Jij bent geen Musa alayhi salam. Je komt eens in zijn buurt. Ja, wat safi. En jouw vrouw is geen vrouw. En ze komt niet eens in zijn buurt. Klopt, klopt, klopt. Begrijp je? Ja, tuurlijk. Maar kijk het verschil. Kijk wat voor, zeg maar, wat hij voor schade hij bleemt. En kijk Musa alayhi salam, wat voor boodschap hij hem kon brengen. Klopt. Het huwelijk en hoe ben je gelukkig in een huwelijk? De dien praktiseren. Als jij als man jouw verplichtingen nakomt, dan krijgt jouw vrouw automatisch haar rechten. Ja, 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 ja. Kom gewoon jouw verplichtingen na, als man en als vrouw, dan krijg je automatisch jouw rechten. En dan zul jij een goed leven leiden, een gezegend leven leiden en een gelukkig huwelijk hebben in een gezellige familie, leuke sfeer. En dan zullen kinderen ook op de juiste manier opgroeien. Ja, precies. En als we het hebben over tarbiyat al-awlad, daar wil ik het ook zo over hebben. Ja, graag, maar tuurlijk. Man. Maar terug naar nog even de man en de vrouw samen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Wat je ook heel vaak hoort is, we zijn gelukkig 20 jaar samen of 30 jaar samen. En dan hoor je anderen zeggen, oh mashallah, mooie huwelijk, gezegend huwelijk. In islam... Moet je wel sabr in de islam, wanneer heb je een gezegend huwelijk? Je hebt geen gezegend huwelijk als jij 50 jaar samen bent. En je hebt jouw vrouw, of andersom, vrouw heeft haar man nog nooit wakker gemaakt voor Salat al-Fajr. Ze bidden niet op tijd. Ze wonen in een huis van riba. Hun kinderen kennen niks van de islam. Al ben je 100 jaar samen. Je helpt elkaar naar de hel te gaan. Is dat een gezegend huwelijk? Nee, joh. Nee, dat is jouw ondergang. Wallahi, dat is jouw ondergang van jou en van je vrouw en van je kinderen. Als jij denkt dat dat een gezegend huwelijk is, dat je 30 jaar samen bent of 40 jaar samen, dan heb je het leven helemaal niet begrepen. Dan heb je jouw dien helemaal niet begrepen. Een gezegend huwelijk, Achie, is dat je samen met jouw vrouw, dat je vrouw meeneemt naar het paradijs. Dat je kinderen meeneemt naar het paradijs. En dat de vrouw haar man meeneemt naar het paradijs. Elkaar adviseren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is een gezegend huwelijk. Dan kun je zeggen, ik heb een gezegend huwelijk. We leven in het halal. We eten van het halal. We drinken van het halal. Onze kleren zijn van het halal. Nu heb je mensen, ze wonen in huizen, gekocht, riba. Kinderen worden niet islamitisch opgevoed. Niet-islamitische feesten worden gevierd. Muziek, elke dag thuis. Muziek, elke dag thuis. Er wordt geen Koran geluisterd. En dan krijg je vragen. Broeder, het gaat niet goed in het huwelijk. Ja. Ja. Vind je het gek? Hij zit elke dag frikadellen te eten. Broeder, ik word dik. Ja, dat moet je niet elke dag frikadellen eten. Begrijp je? Wij zijn van spreken. Was dat? Jouw huis zit vol met haram. Jouw huis zit vol met shayateen. Subhan. Hoe denk je dat jij een gezegend huwelijk zult hebben? Sahih, nee. En hoe denk je dat jouw kinderen vrome moslim zullen zijn? Nee, begrijp je? Ja, ja. Dus dat is ook weer een hele belangrijke iets, dat als het gaat om een gezegend huwelijk in de islam, daar hebben wij het niet over 40 jaar samen zijn. Of 50 jaar. Kuffar hebben dat ook. Ja, 60 jaar samen, 70 jaar samen. Wal-iyadu billah, uiteindelijk gaan ze dood. Niet op een iman, niet op een islam. Wat heb je aan dat huwelijk? Niks. Je hebt elkaar geholpen om naar Jahannam te gaan. En yom al-qiyama zullen jullie vijanden van elkaar worden. Allahu akbar. Zullen vijanden van elkaar worden. Ja, maar ook, zeg maar, wees ook gewoon, zeg maar, een voorbeeld voor jouw kinderen. Het is niet de bedoeling dat je, zeg maar, één keer per jaar maar de tarawih bent gaan verrichten. Ja. Dat jouw zoontje, zeg maar, heel het jaar dat jij niet bezig bent met de islam. En dan één keer per jaar ziet hij dat hij op in de Amerika gaat trekken. Ja. Dat je opeens naar de moskee gaat. Dat je daar helemaal niet mee bezig bent. Je moet ook een voorbeeld zijn voor jouw kinderen. In de islam mag je Hussein
zoals we net al zeiden, de islam, walillahi alhamd, is compleet. Alles wat we nodig hebben, staat in de Koran, staat in de Sunna. Nee. Opvoeden van kinderen, hoe je het doet. We hadden het net over goede naam uitkiezen. Ja. En nu gaan we verder met de kinderen. Je bent vader, je bent moeder. Nu ik krijg moeder, sorry. Je bent nu vader, je bent nu moeder geworden en het leven gaat veranderen. Je bent niet meer vrijgezel. Ja. Ja? Je bent nu verantwoordelijk als man. Je bent verantwoordelijk voor jouw vrouw en nu ook voor jouw kind. Ja. Ja? Dus het leven als man en vrouw gaat veranderen. Je gaat meer tijd steken in het kind of in jouw kinderen, als je meerdere kinderen hebt. Dat betekent dat jij jouw energie, jouw tijd, jouw moeite, jouw zweet in jouw kinderen moet steken. Als jij wil dat jouw kinderen goede moslims worden, dan moet jij je uiterste best doen. Het is letterlijk strijden. Nee. Letterlijk strijden met al de verleidingen die wij vandaag de dag zien, thuis en buiten. Ja, tuurlijk. Het is een strijd die je voert. Dag in, dag uit. En vergeet niet, je doet het lillah. Dat is ook heel vaak vergeten, hè? Je doet het zodat wanneer jij onder de grond ligt, je bent begraven, dat die zoon of die dochter het du'a voor jou gaat doen. Naam, subhanallah. En jou niet vergeet. En dat jij een sadaqa jariya krijgt, een doorlopende sadaqa, wat jij hebt al jouw kinderen de islam geleerd. Ja. Daarom zeg ik heel vaak tegen ouders, tijdens lezingen, als het gaat om opvoeding, jij moet degene zijn die jouw kind Surat al-Fatiha leert. Laat het niet over aan iemand anders. Jouw kind zal voor de rest van zijn of haar leven Surat al-Fatiha reciteren. Ja, En dan ben jij degene die jouw kind die Surah heeft aangeleerd. Ja, Met de wudu kadalik. Met de gebeden kadalik. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons verteld hoe wij hiermee moeten omgaan. Hoe wij dit moeten aanpakken. Ga het niet uitstellen, want het gaat alleen maar moeilijker worden. Nee. Ga niet wachten totdat jouw zoon 14, 15 jaar is of jouw dochter 14, 15 jaar. En dan ga je beginnen met, ja, het is belangrijk om te bidden, je moet gaan bidden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons verteld dat je als vader en als moeder vanaf zevende leeftijd, 7 jaar, wanneer jouw zoon of dochter 7 jaar oud is, begin je met het gebed. Moru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Subhanallah. Niet gaan denken, mijn zoon of mijn dochter is nog jong. Nee, 7 jaar. Vanaf 7 jaar begin je. Je begint met de wudu. En een kind leert heel snel. Ja, natuurlijk. Met de wudu. En daarna bepaalde soer. Surat al-Fatiha, Surat al-Ikhlas, Surat al-Nas, Surat al-Falaq, Surat al-Masad. Kleine, korte soer. Je leert je zoon, je dochter, wat ze moeten zeggen tijdens een ruku', een sujud. Kijk, hoe ik het heb gedaan met mijn dochter, heel simpel. De wudu leren. En daarna gaat ze bijvoorbeeld salat al-dhuhr bidden, of al-asr. Ja. Ze staat naast mij en ik zit. En daarna zegt haar, yallah, kraai surat al-fatiha. En dan begint ze te lezen. En dan zeg ik bijvoorbeeld surat al-nas. Lees surat al-nas. Yallah, ruku', doet ze ruku', yallah, quli subhana rabbi al-azim. En dan zegt ze net, subhana rabbi al-azim. Yallah, sami' Allahul min hamidah. Ik heb het al geleerd. Ik heb het haar al geleerd. Deze ad'iya kent ze al. Ja, maar nu is het uitvoeren. Tuurlijk. Nu weet ze, oké, nu moet ik sami' Allahul min hamidah zeggen. Rabbana wa lak al-hamd. Sujud, Allahu akbar. Yallah, quli subhana rabbi al-a'la. En zo. Dag in, dag uit. Totdat ze het zelf kan. Ja, tuurlijk. Na 2, 3, 4 dagen kan ze het zelf. Het is heel simpel. Tuurlijk, abouder. Alleen, je moet moeite doen. Inspanningen. Inspanningen. Tuurlijk. Inspanningen. En je moet continu bezig zijn met jouw kinderen. Ja. Continu bezig zijn. Nu, in deze tijd, jammer genoeg, illa man rahim Allah, ze zien hun kinderen als een last. Subhanallah, ja man. Last. Bezig met telefoon. Zoontje of dochtertje komt, worden ze boos. Ga weg. Ga tv kijken. Ga naar tablet. Ga dit doen. Ga dat doen. Waarom? Alleen zodat je lekker achter je telefoontje kan. Met WhatsApp of YouTube of wat dan ook. Ja man, zo. Terwijl het meest kostbare wat jij bezit, dat zijn jouw kinderen, laat je in de steek.
en geef je geen tijd en aandacht. Broer, ik kan daarom stressen, ik zeg heel eerlijk, maar dat is persoonlijk, maar als ik dat zie, jongen, zo. Shoef, Hussein. Ik mag hem staan. Als je imam bent van een moskee. Ja. Of je geeft lezingen, mensen stellen jou vragen, mensen komen naar jou toe. Ja. Dan ga je echt zien wat voor problemen mensen hebben. Ja. Nou, waarom? Je bent imam van een moskee, of je hebt gestudeerd, mensen vertrouwen je, ja, mensen. Ja. Weet, alhamdulillah, je hebt wat kennis, je kan ze hier en daar helpen. Je kan ze wat handvatten geven. Juist. Dat betekent, mensen komen jou naartoe, ze komen naar jou toe. Ja. In alle en in volle vertrouwen vertellen ze jou hun diepste geheimen. Ja, ja, ja. En dan weet je, oké, mensen leven echt in mashakil. Ja. En daarom, zoals ik net al zei, dit onderwerp. Ik ben zo blij dat je met dit onderwerp bent gekomen. Ja, tuurlijk. En dat je het hierover wilde hebben. Want het is echt een probleem. Het is echt een probleem en het wordt alleen maar erger en erger. Waarom? We komen dichterbij Yom al-Qiyamah. Ja. Hoe dichter wij bij Yom al-Qiyamah komen, hoe minder dien er zal zijn. Subhanallah. Hoe meer mashakil er zullen zijn. Ja. Dus scheidingen, problemen in het huwelijk, problemen met kinderen. Het gaat alleen maar meer en meer worden. Hmm. Tenzij je op tijd ingrijpt. Ja, ja, ja. Zoals ik net al zei, dat doe je voor het huwelijk. Voor het huwelijk. Wees een goede moslim. Wees een goede moslima. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om leiding. Vraag Allah om standvastigheid. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala dag in dag uit om een goede vrouw of een goede man en een goede nageslacht. Ja, ja, ja. Want Allah subhanahu wa ta'ala is de enige die jou dat kan geven. Wij als mensen, we doen onze asbab. Ja. We doen onze asbab en we kunnen beproefd worden. En als je beproefd wordt met een kind die een beetje rebels is, dan moet je ook weer weten hoe je daarmee moet omgaan. Ja. En alhamdulillah, in de islam is er een oplossing. Ja. Dus het enige wat wij moeten doen, Aghi Hussein, is kennis opdoen en deze kennis gaan praktiseren. Wanneer je thuis bent en je hebt kinderen, dat je het juiste voorbeeld geeft, zoals je net al zei. Ja, precies. Als jij een vader bent of een moeder en je hebt een kind van 2 jaar, van 2,5 jaar, 3 jaar. Het enige wat jij hoeft te doen is, pak jouw sajad en ga bidden. Ja, ja. Jouw zoon of dochter komt naast je staan en gaat mee bidden. Je hoeft niet te praten. Je hoeft niet eens te praten. Ja, ja. Dus dat... Maar ook zeg maar dat ook heel veel ouders bijvoorbeeld met hun kinderen muziek luisteren in de auto. Ja. En dan ze staan er ook helemaal niet bij stil. Hè? En dat is ook best wel een kwalijke zaak. Sta je er niet bij stil of ben je laks? Of denk je, het kan geen kwaad? Dat is het. Ik denk dat het van het eeuw kan toch geen kwaad. Kijk. Kinderen mogen spelen. Kinderen mogen het leuk hebben. We gaan niet zeggen dat wij onze kinderen de hele dag Koran gaan laten memoriseren. Dat ze Koran moeten memoriseren. Koran moeten luisteren. Maar er zijn wel belangrijke momenten. Op een dag dat jij samen met jouw kinderen moet zitten. En met je vrouw. En dat je dit soort dingen, over dit soort dingen moet praten. Kijk, als jij oudere kinderen hebt, kun je gewoon rechtstreeks met ze praten. Ja, precies. Heb je nog jonge kinderen, dan bespreek je dat met jouw vrouw. Hoe gaan we dit aanpakken? Ja. Het is heel belangrijk. Die communicatie in een huwelijk is echt, echt belangrijk. Ja. Want heel vaak ontstaan mashakil door gewoon miscommunicatie. De vader wil dit, moeder wil dat. Kinderen denken, oké, normaal zeggen wij ulama hebben gilaf. Nu gaan we zeggen vader en moeder hebben gilaf. Ja. En de kinderen gaan dan naar degene die het leukst is van vader en moeder. Klopt, degene die het makkelijkst is. Het makkelijkst is. En wat ook een heel groot probleem is, stel voor als bijvoorbeeld een vader met zijn zoon wil praten of met zijn dochter wil praten, en dat die moeder dan zich daarop inhaakt. Van nee, laat hem met rust. Ja, dat is fout, dacht ik. Tuurlijk is het fout. Het is fout. Het is echt fout, man. Denk je, ik heb advocaat in huis, alhamdulillah. Papa, doe eens even normaal. Nee, mama zegt mag wel. Kijk, daarom die communicatie tussen man en vrouw is echt, echt belangrijk in een huwelijk. Ja, tuurlijk. Je moet gewoon met jouw vrouw bespreken. Als ik ja zeg, dan zeg jij ook ja. Als ik nee zeg, zeg jij ook nee. Klaar, andersom klaar, ook. Klaar. Andersom ook. Zodat kinderen het niet gaan proberen. Nee. Weet je, ik zeg nee, mijn vrouw zegt ja. En dan, wat moet ik doen? Ja. Wat gaat er dan ontstaan? Kinderen gaan doen. Wat het makkelijkst is, en dat is natuurlijk het mag.
het mag van mijn moeder, dus ik doe het, of het mag van mijn vader, dus ik doe het. En wat gaat er ontstaan tussen man en vrouw? Er gaan mashaakir ontstaan tussen man en vrouw. Sahih. Waarom? Ze doen iets wat ik niet wil. En dan ga ik tegen mijn vrouw zeggen, waarom? Nee, laat ze zijn nog jong, ze zijn nog klein. Nee, ze moeten dienen, moet vanaf jongens af aan. Dat is ook weer een fout die heel vaak wordt gemaakt. Ze zijn nog jong. Laat ze. Zijn ze nog jong? Ze zijn nog jong. De profeet sallallahu alaihi wasallam vertelt ons niet zomaar dat wij onze kinderen vanaf 7-jarige leeftijd, vanaf ze 7 jaar zijn, moet je al beginnen met het dien, moet je al beginnen met het gebed. Ja, precies. Dat is niet zomaar. Als je, als je kijkt naar niet-moslims, op scholen, ze hebben het begrepen. Natuurlijk begrepen ze het. Zo jong mogelijk. Jong geleerd is oud gedaan, toch? Ze hebben het begrepen. Tuurlijk, tuurlijk. Verjaardagen, Sinterklaas, we zitten nu in Pasen. Is het moslims, moslima's in de maand Ramadan, Pasen eieren zoeken? Ja, sahbi. Ja, man. Oh, ja, dat gaat, sahbi. En dan denk je, oké. Okay. Waarom? Ja, maar ze zijn nog jong. Oké, okay, ze zijn nog jong. Verjaardagen, hetzelfde, ze zijn nog jong. Ja. Kerst, Sinterklaas, ja. Ze zijn nog jong. Wat is er makkelijker of wat is er moeilijker, Hussein? Ja. Als jij je kind vanaf jongs af aan aanleert, we hebben 2 feestdagen in het jaar. Ja, ja. Eid al-Fitr, Eid al-Adha. En daar maken we ook echte feesten van. Ja. Klaar, jouw kinderen zijn gewend aan 2 feesten. Andere feesten doen we niet aan mee. Dat is niet van de islam, we doen er niet aan mee. Of jouw kind viert elk feest dat bestaat. En dan wanneer jouw kind 14, 15 jaar is, ga je tegen jouw kind zeggen, het mag niet meer, het is haram. Wat is er moeilijker voor een kind? Zo. Zodra ik je zo gedesoriënteerd van, jongen. Jouw zoon of dochter gaat denken, oké, okay, al die jaren mocht ik het wel doen. En nu is het opeens haram. Ja. En dan ga je die strijd krijgen. Juist. En dan ga je die strijd krijgen. En dan ga je die spijt krijgen ook. Had ik het maar eerder aangepakt. Ja. Had ik het maar niet gedaan. Had ik maar naar het advies van de profeet sallallahu alaihi wasallam geluisterd. Nee. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons leiden, broeder, en ons zeg maar, inzicht geven hoe wij onze kinderen moeten opvoeden en hoe wij om moeten gaan met onze vrouwen. Amen, amen. Zeg dua blijven doen. Ja. Als man en als vrouw zijn, als vader, als moeder. Dua doen voor jezelf. Ja, precies. Voor je vrouw, voor je man, voor jouw kinderen. En proberen om toch jouw leven te verbeteren, jouw verplichtingen na te komen. Kijken wat het belangrijkste is in jouw leven. Wat vind je het belangrijkste in jouw leven? Probeer die balans te vinden in het leven. Een man doet zijn dingen, een vrouw doet haar dingen. Goed opvoeden, kinderen goed opvoeden. En we zitten in de laatste 10 dagen en nachten van de maand Ramadan. Ja, dus het is een hele mooie moment om dichter tot Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Ja, ja. En om veel dua te doen in de hoop dat Allah subhanahu wa ta'ala één onze aanbiddingen accepteert. En ons dus het leventje schenkt dat wij zo graag willen. Dat gezegend leven, dat gelukkig leven. Ja. En het is niet moeilijk voor Allah om ons zoiets te geven. Ja, alleen je moet als moslim jouw asbab doen. Jouw tawakkul hebben, vertrouwen in Allah. En zo goed mogelijk moslim zijn. Jazakallah khairan voor je tijd en voor je moeite. En ik wil je echt bedanken, broeder, weet je, dat je de tijd voor mij hebt genomen. Jazakallah. En inshallah, wie weet is het een profijtvolle filmpje voor mensen die eventueel hiermee te kampen hebben. Weet je. En ik weet zeker dat heel veel mensen hiermee te kampen hebben. Ja. Ik hoop dat de mensen ervan zullen profiteren. En deze adviezen zullen meenemen. We hebben alhamdulillah wat ervaring, dus ik spreek uit ervaring. Ja, nee, precies, ik heb met veel mensen hierover gesproken. En de meeste problemen keren gewoon naar het dien. Mensen zijn laks in hun dien. Vrouw doet de taak van een man, een man doet de taak van een vrouw. Ja, kinderen worden verwaarloosd. En als je dit al voorkomt, dan zul je geen problemen krijgen in het huwelijk. En dan zul je gewoon een rustig leven leiden. Gehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is iets waar we allemaal naar moeten streven. Wa as'alullah an yuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yardha. Amin, amin. Barakallahu wa jazakumullahu khairan. Beste mensen, ik ga afscheid van jullie nemen. Dit was mijn aflevering samen met oestad Salih Abu Talha. En mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons beschermen.
En vergeet jullie tickets niet te boeken. www.sakinareizen.nl. En de volgende reis is in mijn vakantie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.